Yo, kijkers van Cortex Gaming, welkom bij een... Welkom bij weer een nieuwe aflevering, een gloednieuwe serie van Farming Simulator. Kijk, hier ben ik, in deze hele mooie merkloze pick-up. Waarschijnlijk mochten ze de rechten niet hebben, net als mij. Haha, kom mooi uit. Maar in ieder geval, welkom, Farming Simulator, dit is mijn boerderij. Oh, wat mooi. Ik zie dat we 1 miljoen hebben en 59 euro. Hoe komen we aan die 59 euro? Dat weet ik niet. Komen we nog wel achter. Ik heb deze save even aangemaakt. Ik heb alles verkocht. Alles is leeg. Kijk, hier zo. Heel mooi. Alles is leeg. Ik heb niks. Dus we gaan helemaal from scratch beginnen. Leek me wel zo leuk. Kunnen we zelf bepalen waar we gaan beginnen. Even kijken, veld 16, die hebben we al. En daar staat al graan op. Ik zal er even naartoe rijden. Die kregen we dus al. Dus we kregen al een veld vol graan. Helaas is dit geen Minecraft, want anders hadden we heel veel koekjes kunnen maken van dit. Dus ja. Laten we maar beginnen. Oké. Okay. Wat op de menu staat? Menu. Waarom menu? Op de takenlijst leren auto rijden. Ja. Kijk. Gaat al heel goed. Oké. We hebben een havenstad nodig. We hebben 1 miljoen. Nee, we gaan niet de duurste kopen. We gaan gewoon lekker de goedkoopste kopen. Zo. Hoppa. En hebben we een header nodig. Nou, kopen we deze. Hoppa. Die hebben we al. Tap. Kijk. Onze geweldige, mooie havenstad. Ik heb al een beetje gespeeld, dus ik weet al een beetje hoe het moet. Kijk, dit is de map. Heel mooi. Ik weet nog niet alles perfect, want we kunnen ook houthakker worden hier. Lijkt me echt super cool, alleen het is lastiger dan dat ik dacht. Dus dan moeten we nog even een keertje kijken hoe we dat gaan doen. Ik wil het wel gaan doen. Lijkt me super cool. Maar ja, we rijden dus even naar het veld met graan. Even kijken waar het eigenlijk is. Oh, zo meteen rechtsaf. Nou. Wat zei. Jongens, ik zie jullie zo. Nou, daar zijn we weer. Was maar kort, maar toch beter dan niets, hè? Alle seconden tellen. In dit geval. Zo, netjes plaatsen. Nee. Ik moet hem uitvouwen. Dat weet ik. Uitvouwen. Ja. Zo. Haja. Zo. Nou hebben we iemand die voor ons werkt. Haha. Nice. En nu. Nu hebben we tractor nodig. Even kijken. Deze vind ik lelijk. Dus ik ga die kopen. Is niet zo heel duur. Dus we gaan die kopen. En we hebben een bakkie nodig. Om het allemaal in te doen. Hoppa. Oh. Kleurtje kiezen. En random die. Ik hoop dat het een mooie kleur is. Anders, anders zijn we een beetje screwed. Gaat. Staat alleen niet zo bij de tractor op, maar dat maakt niet uit. Dat, deal with it. Helaas. Misschien kunnen we later nog wel een kleurtje veranderen. Maar ja, dat zien we wel. Even terugrijden. Wel een mooie map met hele grote velden. Even kijken hoeveel dit veld kost. Ik heb Farming Simulator 2013 gespeeld en daar waren de velden echt heel duur. Dat veldje daar zo met graan, dat kostte misschien daar zo 200.000-300.000 euro. Ik hoop dat dat hier niet zo is, want anders kan ik dit veld amper kopen. Dat was super cool lijkt om dit veld te kopen en voor mijn graan zetten. Maar nog geen 300.000 euro. Wow. Oké, jongens, als we wat graan hebben verkocht en wat meer machines hebben, gaan we dit veld kopen. Nummer 15. Vind ik ook een mooi getal. Mooi veld. Ja, ik eerst. Ja, dankjewel. Ja. Dat veld gaan we kopen, jongens. Nummer 15. Die gaan we helemaal voorzetten. Met wat? Met graan? Moeten we nog even kijken. Even kijken of andere dingetjes wat meer... Misschien aardappelen. Nou. Oeh.
De trailer past wel heel mooi bij de Harvester. Wel een beetje een mooi kleurtje. Oh, dit is zo saai werken. Dit is de reden waarom ik ben gestopt met Farming Simulator 2013. Omdat het gewoon zo saai was af en toe. Omdat je... Oh, ik moet echt opletten op mijn snelheid. Cruise control aanzetten. Kijk. Want ik hoef nu niks te doen. Oké, opletten dat ik een beetje recht rijd. Maar ja, dit is de reden waarom het een beetje saai is. Daarom wil ik aan jullie vragen. Wat willen jullie dat ik ga doen? Willen jullie dat ik graan ga verbouwen? Andere soorten... groen spul, ik weet niet. Willen jullie dat ik dieren ga houden, veehouder ga worden? Of willen jullie dat ik bomen ga omhakken? Ja, dat mijn main inkomen is. Bomen, dieren of boeren gedoe. Ik ben even het woord kwijt om te zeggen, maar je snapt wat ik bedoel. You get it. Laat het even achter in de comments. Wat ik ook wel jammer vind, ik kan de boerderij geen naam geven. Leek me misschien ook wel leuk. Zodat, ja, dat we toch een naam hebben voor ons landschap. Maar, dat het in het spel niet kan, wil niet zeggen dat wij het niet kunnen. Hé jongens, dus, twee dingen voor jullie. Laat achter wat jullie willen wat ik ga doen. Bomen hakken, dieren voederen. Of graan maaien. En hoe de boerderij moet gaan heten. Ja. Dat vind ik twee hele leuke dingen. Ik wil een naam voor onze boerderij hebben. Anders is het zo. Zo ja. Meh. Ik vind een boerderij heeft een naam nodig. Hoeveel graan hebben we nu? Ah, 2000 liter. Dat is best veel. 2000 liter. Hoeveel koekjes je daar wel niet voor kan maken. Als je. Even kijken. Graan. Dat wordt een liter bloem, kilo bloem. Met een kilo bloem kan je heel wat koekjes maken. Holy shit. Waarom kunnen we dit niet met Minecraft combineren? Dat had echt zo cool geweest. Zoveel graan. Oh, ik moet rijden. Oh. Cruise control aanzetten. Zo. Oh, nee. Oh, jongens. Cruise control aan. Blijf aan. Goed zo. Oké. Okay. Als ik nou in een winkel ga kijken, rijdt hij daar gewoon door. Even kijken hoor. Ja, hij rijdt gewoon door. Oké, misschien wel goed om te weten, of niet. Maar we gaan even de mappen bijpakken. Want, dan kunnen we even kijken waar alles is. Kijk dan, veld 9. Die is echt super groot. Die is denk ik dan ook niet zo duur. Als 15.000... nog geen 300.000 euro kosten. Dan denk ik dat veld 9 misschien 800.000 gaat kosten. Zou ook super cool zijn om daar ook iets te verbouwen. Maar we gaan even kijken. Wat hebben we allemaal? We kunnen... Kippen is vlakbij ons in de buurt. Dat is iets boven mijn knipperende, hele irritante dingetje. Helaas heb ik geen pijl om het aan te wijzen. Dat vind ik wel jammer dat je geen pijl op de kaart hebt. Of gewoon je muis, bedoel ik. Maar nu over daar is ons boerderij. Iets links daarvan is je shop. Dus dat is lekker dichtbij. Hoeven we niet zo ver te rijden. Waar kunnen we schaapjes houden? Ik wil schaapjes hebben. Gewoon leuk. Swarma. Schaapjes. Schaapjes. Onderin. Ah. Bij nummer 12. Zie je? Links in het midden op de kaart. Schaapjes. En iets daaronder zie je een bolletje. Daar kan ik de wolven kopen. Dat is wel lekker dichtbij. We gaan even kijken hoeveel kost een schaapje. Oeh, maar 300 euro. Wat? Het kost 20 euro per dag aan onderhoud? Jemig, jongens. Een schaap kost dat zo. En een kip maar 1 euro. Misschien moeten we dan eitjes gaan sparen, jongens. Pasen komt eraan. Eitjes. Oh, en ik zie dat onze harvest stilstaat. Of nee? Nee, leek maar zo. Vals alarm. Oké. Vals alarm. Maar ja, even kijken. Wat kunnen we allemaal gaan doen? Oh, een leuke wagen. Vrachtwagen. Oeh. Ja, ik heb ook een vrachtwagen mod trouwens, jongens. Kijk. Oh, Peterbilt. En deze. Deze mod lijkt me echt super cool. Ik heb hem gisteren opgezocht. Kan je... Zijn allemaal vrachtwagens puur voor hout boomstammen in te vervoeren. Dus als we dat ooit gaan doen,
kunnen we die modpack gaan gebruiken. En anders is hij gewoon leuk als extraatje. Maar ja, ik denk dat we daar nu even voor nu bij gaan houden, jongens. Ik ga deze trailer even leegmaken. Korte aflevering. Ik zal hem. Deze aflevering komt trouwens elke dinsdag op YouTube. Denken jullie, dinsdag is dat geen Skyblock? Ja, het was Skyblock. Vanaf aankomende dinsdag gaan we dus dinsdags Farming Simulator doen. En alleen vrijdags nog Skyblock. We gaan even het rooster een beetje omhusselen. Even wat meer tijd vrijmaken voor andere series ook. Aangezien er heel veel Minecraft op YouTube was. En we willen meer. We willen meer, meer en nog meer. Later veel meer. Maar, om even terug te komen. Dinsdag wordt dus Farming Simulator. En vrijdags wordt dan Skyblock, jongens. Dus schrijf het in de agenda. Vrijdag Skyblock en dinsdags Farming Simulator. Meer updates komen nog. Als er wat weer gaat veranderen, dan horen jullie het allemaal. En dan zeg ik, jongens, bij deze... Oh, even zoomen. Kijk, daar zit ik. Jongens, zeg ik bij deze... Later!